van afval hebben we een knikkerbaan gemaakt. Ik vind het heel leuk om met afval te bezig te zijn. De twee leerkrachten die op dit moment betrokken zijn, die hebben de afgelopen weken een aantal lessen ontworpen. Door het ontwerpen van die lessen merk je dat ze elkaar beter gaan begrijpen. Dat ze elkaar vinden in hun taalgebruik. Dat ze met elkaar ook ervoor zorgen dat er een product, een lessenserie tot stand komt. Maar dat er ook iets tot stand komt dat zij zelf geprofessionaliseerd worden. Maar dat de leerlingen ook tot een mooi product komen en een positief beeld hebben bij wetenschap en technologie. De komende weken gaan leerlingen bezig met een project op school wat over duurzaamheid gaat. Leerkrachten hebben een lessenserie ontwikkeld en die denken na over dit onderwerp. Het gaat om het bedrijf Van Wijnen en het bedrijf Hemming Hansenstroom. Nou, wat ik belangrijk vind aan het traject is ook dat wij ook als Van Wijnen ons zodanig ook gaan manifesteren dat afval eigenlijk niet kan bestaan. Hè. Wij zijn ook binnen nu en een aantal jaren willen wij ook afvalvrij produceren. Als je de kinderen op een hele jonge leeftijd daar al mee laat kennismaken, ja, dan hebben ze daar in hun verdere leven ook heel veel aan, denk ik. Veel leerkrachten zijn heel druk met hun eigen klas de dag door en daar gaat heel veel tijd en aandacht in zitten. Maar waar wordt geleerd door leerkrachten, dat is in die samenwerking. En in die verschillende perspectieven dan ontwikkel je zelf als leerkracht ook een nieuw zicht op jouw eigen onderwijs. En dat is denk ik heel verrijkend. En dan zie ik daadwerkelijk jongens en ook een meisje die zaag vasthoudt waarvan ik denk van nou, die kan bij wijze van spreken morgen al wel beginnen. Wij kunnen ook heel veel nog leren van het onderwijs en zelfs van hele jonge leerlingen waar ik nog heel veel van kan leren. En ik hoop hun ook iets mee te geven van de ervaring die ik heb. Nou, hoe mooi is het als leerlingen in de praktijk aan de slag kunnen gaan met een levensecht probleem, met levensechte materialen. En dat ze daar vervolgens een levensecht bedrijf ook weer mee kunnen helpen en een stapje verder kunnen brengen. Het onderwijs en het bedrijfsleven, het kan niet zonder elkaar. Dat is een hartstikke goede mix. En daar kunnen we niet voldoende tijd aan besteden, in mijn ogen.